Yo, teneuzenaren, hier is de man met de grootste neus. Wat een vette plek om te beginnen. Ik reis het hele land door, maar wilde per se beginnen hier in Teneuzen. Wat ga ik doen? Ik ga challenges doen met voorbijgangers. Als alles lukt, ga ik rustig en vrolijk naar huis. Maar als er challenges mislukken, dan staan daar strafopdrachten tegenover. Namelijk, als één challenge mislukt, dan moet ik met fans op de foto met een Fellaini-look. Als twee challenges mislukken, dan moet ik 10 fans bij elkaar zoeken die met een dikke stift een handtekening op mijn arm mogen zetten. Als twee of meer challenges mislukken, dan moet ik een hond uitlaten. En als er iets is waar Soufiantje bang voor is, dan zijn dat honden. De kleur van ons kanaal, Only Voetbal, is oranje. Ik moet op zoek gaan naar iemand die oranje in zijn kleding ergens heeft en diegene moet ik een trucje leren. Hallo. Hallo. Hoi, goeiedag. Hoi. Oh, ik zie iedereen. Mag ik hem alsjeblieft een trucje aanleren? Ik weet niet of het zal lukken met hem. Oeh, wil jij een trucje leren van mij? Nee? Zal ik jou een trucje laten zien? Nee? Kijk eens even. Kijk. Oh. Kan jij ook iets met de bal? Wil je de bal schieten? Kan je de bal schieten? Nee? Hoe heet hij eigenlijk? Jonas. Jonas, kom, we gaan even samen voetballen. Superleuk. Kijk, schiet maar. Oh, goed zo. Hoppa, oh! Kijk, dit is een trucje. Wil je de bal, kijk eens Jonas, zo, als een vliegtuig. Wil je dit trucje ook leren? Ja? Oké, ik ga proberen de bal op je nek te leggen, ja? Oké, let op. Ga maar een beetje naar beneden zo, voorover, ja. En arm als een vliegtuig, yes. Arm een beetje omhoog. Oh. Yes, het is me gelukt! Hey Jonas, jij bent echt een baas! Als je kaal bent, heb je natuurlijk meer balgevoel als het om koppen gaat. Leer op huid. Bij mij is het een beetje lastig. Ik hou daar niet zo van. Haar door de war, stilo, fresh, je weet toch. Ik moet op zoek naar iemand die kaal is en daarmee moet ik 7 keer overkoppen. Ik zie iedereen. Dag meneer, wilt u mij alsjeblieft helpen? Ik heb een opdracht. Okay. Ik moet op zoek naar iemand die kaal is en daar moet ik 7 keer mee over kunnen koppen. Oh. Hebben we een deal? Ja, ik weet alleen niet of ik 7 keer over kan koppen met je, want ik ben niet zo goed in koppen. Yes! Dankjewel man! Okay. Hey, jij kan supergoed koppen, dankjewel. Ja, ik heb een skale kop ook, hè? Ja, leer op huid, hè? Ja, hè? Hey. Voor de volgende challenge heb ik 2 fans nodig. En gelukkig, die heb ik al gevonden. Wat is de bedoeling? Ik ga 1-1 spelen tegen ze. De ander moet dan filmen. En ik ga expres een panna krijgen. Maar zij mogen niet doorhebben dat ik dat expres toelaat. Zij moeten oprecht denken van, wow, ik heb Touzani een panna gegeven. That's it. Denk je dat je mij een panna kan geven? Misschien. Ja. Je kon me toch panna geven, zei je? Dit ga je toch niet online zetten?
Ik heb niet zoveel op Nees, dus het komt wel goed. Nee, maar niet online zetten. Dat is niet tof, man. Vind je het erg als hij niet online zet? Maar maakt niet zoveel uit. Dat is wel echt tof van je. Hoe voel jij je dan dat je gepaneerd bent? Als die bal door je benen gaat, maakt niet uit hoe, is dat gewoon pijnlijk. Het is echt alsof je een hele harde tackle krijgt en dat je een driedubbele beenbreuk hebt. Dat is het gevoel wat ik nu heb. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer gehad dat het zo voelde. Ja, maar even nog tot slot, ik wil nog één ding vragen. Ja. Ik heb niet vaak een panna gekregen in mijn leven. Ik heb ze wel gekregen, maar niet vaak. Ja. Maar eigenlijk gaan mensen altijd helemaal uit hun dak. Ja. En jij bent eigenlijk chill. Hoezo eigenlijk? Gewoon. Ik blijf gewoon altijd rustig in een wedstrijd. Gewoon, hoe dan ook, ook als het geen wedstrijd, ik blijf gewoon altijd rustig. Dus jij gaat gewoon naar je vrienden toe en je gaat gewoon heel rustig zeggen van... Je zegt niet, hey, ik heb Toussani panna gegeven, ik heb Soufiane panna gegeven. Je zegt gewoon, hey man, ik heb Soufiane panna gegeven. Ja, zo. Gewoon zo. Oké. In Terneuzen wonen veel mensen met lange benen. Ik moet nu 11 mensen verzamelen en dan een 11-tal panna gaan geven. Dat moet in 1 keer goed gaan. Ik moet 11 mensen tegelijkertijd een panna geven. Wil jij 1 van de 11 zijn, alsjeblieft? Oké. Okay. Wilt u 1 van de 11 zijn? Nee, liefst niet. Dank u. Kan dat laat ik niet, hè. Je kunt gewoon een panna krijgen. Nee. Van Soufiantje. Nee, dank u. Doe je mee? Ja hoor, ik vind het goed. Jij ook? Ja hoor. Ik ben bezig met een challenge. Nee? Wilt u meedoen aan de challenge? Nee? Oh, wil jij alsjeblieft 1 van de 11 zijn? Dan moet ik gewoon op een rijtje staan. Gewoon op een rijtje staan en ga ik zo in 1 keer 11-tal panna geven. Ja toch, is goed man. Thanks man. Wat moet ik doen? Je weet niet wat je moet doen. Gewoon blijven staan, oké? Okay? Komt goed. Ga maar daarin. Je wordt wereldberoemd als je hier komt. Nee, alleen. Kom maar. Oké, maar dan vind ik dat jij ook mee moet doen. Nee. Wil je 1 van de 11 zijn alsjeblieft? Nee, dank je. Het is heel kort. Ja, moet ik alleen hier zo staan? Ja, maar even. Hier zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik moet er nog 2 hebben. Mevrouw, kom eens hier. Kom. Oké, of u nou wilt of niet, u moet meedoen, ja? Wilt u in deze rij gaan staan? Ja, dankjewel. Nog eentje. Alsjeblieft, wil je meedoen? Alsjeblieft. Yes. We gaan zo ver. Kom even allemaal deze kant staan, zo. Precies recht. Yes. Je moet mij wel makkelijk maken, hè? Oké. Golasso! Hey, high five. Tik hem aan. Dankjewel. We zijn niet zomaar in Terneuzen. Deze challenge is dat ik 5 minuten de tijd heb om iemand te zoeken met een grotere neus als ik. En ik moet dat dribbelen doen. Je weet toch, overzicht. Hey, wacht even. Ik heb maar 5 minuten. Ik heb een challenge. Ik moet op zoek naar iemand met een grotere neus dan ik. Dus... Nou, ja, ik ga voor u. Dit is wel heel snel, je bent de eerste die ik tegenkom. Maar even zo staan. Ja. Een Zeeuwse neus, hoor. Wie heeft een grotere neus, u of ik? U? Ik heb een grotere neus. Ja, of ik. Even serieus, wat denkt u? Wie heeft een grotere neus? Ik denk dat ik hem heb. Jury, mevrouw, wie heeft een grotere neus? Ik weet niet. Kunnen we dat even meten? Ja, is er een iemand met een... Ik heb zelfs een... Nee, u moet... Wat heeft u? Hé. Hey. Oké, u mag bij mij beginnen. Hey. Hoeveel kilometer is het? 3,5 centimeter. Oh, dat valt wel reuze mee. Hey, maar nou komt ie. Boven de 3,5. Oei, oei, oei. 4,5, hè? Nee, 4. 4. Kijk, u heeft een grotere neus dan ik. Ja, sorry daarvoor, hè. Yes. Box. We hebben die kip. Ja, dankjewel, hè. Goed zo, graag gedaan. In iedere stad lopen mensen met een uniform aan. Mijn opdracht is om zo iemand te vinden en binnen 30 seconden een panna te geven. Mensen met een uniform. Politie, stadswacht. Maar ook mensen die in een winkel werken. Kom. Hey, luister dan. Ik heb een opdracht. Ik moet even iemand in uniform en ik binnen 30 seconden een panna geven. Ben je in of niet? Ik ben in, ja. 3, 2, 1, go. Yes! Vamos!
Dat is gewoon 3 seconden. Hoe voelde dat? Snel? Ja. Ja, het voelde echt heel snel. Hoog houden op 1 plek, dat lukt me wel. 100 meter lopen en hoog houden is een ander verhaal. Als de bal valt op welke manier dan ook, dan is de challenge mislukt. Let's go. Eén keer een fout maken, 1 keer niet opletten. Rustig. Ja toch. We zijn er. Als je iemand ziet, zou je nooit kunnen weten of hij een trucje kan. Ik bedoel, als je Lionel Messi op straat ziet lopen in een pak, dan zou je nooit denken dat hij nu de beste voetballer is ter wereld. Mijn opdracht, zoek iemand. Je mag niet met hem praten, alleen vragen, doe een trucje en hij moet een trucje kunnen. Let's go. Ik denk niet dat ze kunnen voetballen. Eerlijk gezegd heeft echt niemand echt zo'n voetbalhoofd. Ik zie erin. Kom. Ja. 1 probleem. Hij is met een hond en daar ben ik niet zo blij mee. Maestro, ik ben bezig met een challenge. Ik ben Duits, ik versteh het niet. Ah, ik heb een challenge. Doe beast. Doe. Ah! Doe een trick. Een trick. Ja, doe kans. Try it. Proberen. Probeert. Give me the ice. Yes? Nee. Oké, come on. Einde trekken. Come on. Help me. Eenmaal proberen. Eenmaal is mijn challenge. Eenmaal. Kom. Doe moet beter. Nee. Doe. Ik kan geen trick. This one. Huh? This one. See. Ganz schön. Du scheiße aus, ne? Ja, it's eine Trick, but not eine good trick. So, sorry, danke. Ja, nicht so dank. Kijk, die. So hoort hij. Ik moet nu op zoek naar iemand met een fiets en dan moet ik achterop zitten en 10 keer hoog houden. Ja, kunnen. Yo! Mevrouw! Yo, Mattie, kom. Yo, kom hier. Luister dan, ik ben bezig met een challenge. Ik moet bij iemand achter op de fiets zitten en dan 10 keer hoog houden. Kan je me helpen? Tuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Oh. Joey Verstappen, hij heeft me geholpen. Jawel, de beste fietscoureur die er maar is. Laatste challenge. Ik moet op zoek naar een dame, een vrouw, die minimaal 10 keer kan hoog houden en ik heb daar 5 minuten voor. Lego. Kunt u de bal minimaal 10 keer hoog houden? Oh. Oh. 1, 2. Oh, oh. Nee. Sorry. Ik ga mijn tijd niet even spelen aan u. Sorry. Proberen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, maakt niet uit. High five, man. Thanks. Kunt u 10 keer hoog houden? Alsjeblieft. Nee. Eén van jullie kan het toch? Gaat niet. Proberen. Nee, echt niet. Een beetje balgevoel toch wel? Nee. Oh, sorry, ik bijt niet. Nee.
Dag mevrouw. Kunt u een balletje hoog houden? Kan dat echt niet. Echt niet? Nooit gedaan? 1, 2, oh. 1, 2, 3. Oh, oh, mevrouw. Mag ik binnen? Oh. Yes, yes. Oké, 10 keer. Tik hem maar. Als je dit voor elkaar... Nee, dan heb je mij geholpen, want anders krijg ik een strafopdracht. Oh, dat moeten we niet hebben. Nee. Ik ga dat doen. 1. Oh, oké. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kom op. 1. Kom op, kom op, kom op. Concentreren. 1, 2. 1, 2. Ah! Ik vertrouw jou. 1, 2, 3. Oh! 1, 2, 3, 4, 5. Wat doe je? Waarom doe je dat? 1. Hai. Het is bijna tijd. Kom, kom. 1. Hup, kom op. 1, 2, 3. En. Ah! Ik reis het hele land door. Misschien wel de volgende keer bij jou in de stad. Laat even in de comments achter waar ik naartoe moet komen. Ik weet nu al, er is geen stad leuker dan Terneuzen. En oh ja, doe even een blauw duimpje omhoog. En laat ook in de comments achter welke challenge jij de volgende keer wilt zien. Zet hem. Mag ik alsjeblieft ook jouw handtekening? Nee, van mij mag je hem niet, man. Nee, waarom niet? Nee, weet ik niet. Gewoon niet. Luister, dan ik kom je eindelijk tegen en dan wil ik je handtekening. En dan ga je arrogant doen. Hoe heet ik dan? Ja,